Het boek Overhoop en Overleven. Het schreef ik om inzicht te geven in wat ziekte, dood en verlies voor impact hebben op je leven. Ik ga nu een stukje voorlezen uit het eerste hoofdstuk, Kanker als Game Changer. We zitten in de spreekkamer. We zien een witte jas, kijken naar elkaar. De witte jas richt zich tot mij. Het zal een van de weinige keren zijn dat er rechtstreeks tot mij wordt gesproken. De mantelzorger zit er meestal letterlijk naast. Realiseer je dat je vrouw degene is die ziek is. Jij bent niet ziek. Het is september en het is regenbogen weer. We rijden onder de regenboog naar Amsterdam en terug. Een boog in de wolken als teken van trouw. Hoe donkerder de lucht, hoe scherper het contrast. Ruimte in de benauwdheid. Een glimlach door de tranen heen. We houden elkaar vast, we gaan ervoor. Een hand op haar knie. Een zakdoek die de traan wegveegt overgave en veel liefde we zijn toegelaten op de leerschool van het lijden een private school die geen toelatingseisen hanteert maar waar ook geen pauzes zijn zoals de Deense filosoof Søren Kierkegaard die over deze school schreef de leerschool van het lijden is een stille tijd van versterving in deze school is het gedurende lesuren altijd stil het is inderdaad stil in onze auto doodstil Het volgende fragment dat ik ga voorlezen komt uit hoofdstuk 5 Door de dood omgeven. Hoe ervaar je de rouw? willen mensen weten. Ik weet niet wat rouw is. Ik denk dat het een zelfstandig naamwoord is, maar ook een werkwoord. Rouw is als fantoompijn, iets niet kunnen voelen. Rouw is heimwee naar een onbekend land. Rouw openbaart zich als spijt over iets wat je hebt weggegooid. Rouw is een vaag besef. Dat er geen weg terug is. Dat het een glijbaan is. De onheilspellende onbestemdheid van de niet-pluisfase bij dementie. Rauw is iets kwijt zijn, maar niet weten wat. Je bril zoeken om erachter te komen dat je hem op hebt. Rauw is de secondewijzer. Rauwen is hard werken. Het erg vinden dat het regent, omdat het graf dan nat wordt. Rauw is er als Google een verjaardag aangeeft. Is jarig volgens Google. Wasjarig de realiteit. Rauw is geen datum, maar een kalender. Rauw is vooruit willen, om je heen kijken en achterom kijken. Verdriet kijkt achterom, zorgen om zich heen, geloof omhoog. Rauw kun je op twee manieren omschrijven: rouw en rouw. Ze vechten om voorrang. Terug het leven in. Dat is het laatste hoofdstuk uit dit boek, en daar gaat het volgende fragment over. We begraven haar op witte donderdag, een dag waarover een lied zingt. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Het is een perfecte dag, zon overgoten onvergetelijk. Moments of Eternity, de mooiste dag van mijn leven. Een omgekeerde trouwdag. Ik begraaf mezelf, stap de hemel in, deins terug, zie dat de aarde me roept. Terug naar die onduidelijke plek, terug naar dat hier en nu, het onbestemde. Vreemd ook dat ik na de graflegging de fotograaf een goede vriend mag troosten. Heeft kinderen in diezelfde leeftijd. Een van zijn kinderen had onnuchterend gezegd, Fijn, dat het bijna paas is, dan staat ze snel weer op. Dat. Ik denk dat het zo is, maar vreemd genoeg is het al pasen. Ze is al opgestaan, al zien wij dat niet. Kinderen leven ontwapenend ongecompliceerd. Ze kunnen leven met paradoxen. Sinterklaas bestaat wel en Sinterklaas bestaat niet. Mama is ziek en papa gaat naar zijn werk, heette het eerder. Mama is dood en papa niet. Ik leer veel van de kinderen. Heel veel. Wij zijn de tijden. Wij leven nog in de tijd. De fotograaf was erbij toen ik brak. Bij het open graf. Ik deelde pijnlijk mooie foto op Twitter. Opnieuw een explosie veroorzakend. Met volbedachte raden. Dus voor strafvermindering kom ik waarschijnlijk niet in aanmerking. Verzachtende omstandigheden zijn er wel, schat ik in.